Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Vandaag gaan we weer een leuke nieuwe app van Babybus. Die heeft weer te maken met Babypanda. We gaan eens kijken wat we vandaag gaan doen. Deze app die heet Car Safety. Autoveiligheid betekent dat. Eens even kijken wat we allemaal moeten doen. We gaan het eens uitproberen. We gaan deze auto even van de weg plukken, want er ontbreekt wat aan. Kijk, hier hebben we Babypanda. En dan zie je hoe oud die is en hoeveel die weegt. En dan kun je het juiste stoeltje uitkiezen. Dan moet je betalen voor het stoeltje. Zo. Zo, we moesten Babypanda nog even vastmaken met het riempje. En nu zit hij veilig in de auto. Dan gaan we de volgende auto eens aanpakken. En hoeveel weeg jij dan? 15 kilo en 3 jaar is deze. Even betalen. Dan het riempje. En dan kan die achterin zitten. Eens kijken wat deze nodig heeft. Het gaat ook niet alleen maar om kinderzitjes. Deze heeft nieuwe banden nodig. Oké, we zijn hier in de garage. We zetten hem op de brug. En dan moeten we hem omhoog krikken. De oude banden die kunnen weg, want dat is helemaal niks meer. Deze vind ik wel cool. Maar je moet zelf... Je kan niet zelf kiezen, helaas. Dit is een bepaald soort banden dat goed past op de auto. Ah kijk, hier zien we weer eens iets anders. Bij die andere auto waren de lichten kapot, maar deze auto die moet gewassen worden. Dat kunnen we ook wel eens proberen. Er zitten hier kleine monstertjes. Geen idee wat je daarmee moet doen. Oké, heel goed. De auto die is nu weer schoon. Dan nog eventjes afdrogen. Zo, we hebben dit gedaan en toch moeten we nog betalen. Of misschien betaalt de klant ons wel, dat kan natuurlijk ook. Dan gaan we eens even verder. De kinderzitjes, die kennen we nu wel. Auto ook. En deze had iets kapot. De lampen. Dan zie je ook nog eens een auto waar rook uit de motor komt. Die gaan we later eens even behandelen. Oké, de oude die kunnen verwijderd worden. Die hebben we toch niet meer nodig. Dit ziet er mooi uit. Oké. Deze wil ik nog eens even repareren. Daar is de motor van kapot. Er komt zelfs nog een bus voorbij rijden. Oké, dat gaan we eens even fixen. You can do it. I know you can. Oké. Je moet goed opletten, je moet de tandwieltjes op de juiste plek plaatsen. Maar het is gelukt, de motor is weer gerepareerd. We krijgen weer betaald hiervoor. En de auto die doet het weer. Eens kijken wat er met deze bus aan de hand is. Oké. Je mag niet schreeuwen, je mag geen afval uit het raam gooien, dat soort dingen. Dus het is meer een soort van veiligheidslesje. Ze willen allemaal grapjes uithalen, maar wij moeten ze ervan weerhouden. Eens even kijken hoe dat werkt. Je moet gewoon de hele tijd op ze tikken.
Zodra ze beginnen te huilen, zodra ze willen zwaaien en hun hand uit het raam willen steken. Dat mag allemaal niet. Dus dat moet je tegenhouden. Het is een soort van reactiespelletje. Dit is het dan, Baby Bus Car Safety. Ik vind het eigenlijk best wel grappig. Je kunt er wat van leren. Je weet een beetje wat je wel en niet moet doen in het verkeer. Je weet wat er kapot gaat. Als je het leuk vond, laat dat dan maar weten. Abonneer je en dan zien we elkaar de volgende keer.